overheid heeft zichzelf doelen opgelegd die gewoon onhaalbaar zijn. Er zijn gebieden waar je alles weghaalt, daar zijn ze nog niet haalbaar. Boeren zeiden eerder al dat de stikstofdoelen onhaalbaar waren. En nu vindt ook CDA-leider Hoekstra de doelen niet heilig. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. CDA-leider Hoekstra veroorzaakte vanochtend veel politiek rumoer met zijn uitspraken. En dat op de dag dat het kabinet voor het eerst sinds de zomer weer vergaderde. Politiek verslaggever Wilco Boom, dat moet een gezellige boel zijn geweest daar. Nou, nee, dat was het zeker niet. Hoekstra heeft een hoop irritatie veroorzaakt bij zijn collega's. Met name bij VVD-minister Van der Wal. Zij is verantwoordelijk voor de aanpak van de stikstofcrisis. En ze voelt zich in de rug aangevallen. En daar maakte ze na afloop van de ministerraad geen geheim van. Ja, maar het coalitieakkoord staat, en daar staat in, 2030 gaan we de doelen halen. En dat is mijn opdracht. En daar ga ik voor. Brengt u wel in een lastig pakket. U probeert de rug recht te houden, een moeilijk programma uit te voeren. En ondertussen krijgt u geen ruggesteun. Ja, dat voelt niet fijn. Dat heb ik ook heel eerlijk gezegd. Ik ben ook een mens. En dan hoop je op steun vanuit het hele team. Maar ik ben ook een professionele minister. We hebben er goed over gesproken. En we hebben afspraken gemaakt. Het coalitieakkoord staat. En we hebben het proces Remkes, waar we nu verder invulling aan geven. Ja, en Remkes is dus de stikstofonderhandelaar van het kabinet die de partijen bij elkaar probeert te brengen. En Van der Wal die houdt dus vast aan de afspraak uit het regeerakkoord. Halvering van de stikstofuitstoot in 2030. En dat doet ook vicepremier Kaag, de partijleider van D66. En dat is de partij waarvoor de aanpak van die stikstofcrisis buitengewoon belangrijk is. En ook zij wijst erop dat Hoekstra niet om aanpassing van het regeerakkoord heeft gevraagd. Wat mij betreft hebben we over bepaalde thema's heel lang en goed onderhandeld vorig jaar. Het kabinet is aan de lat om het uit te voeren. En de coalitiepartijen, de fractievoorzitters, hebben geen verzoek ontvangen of gehoord van het CDA voor een heropening van het coalitieakkoord van de fractievoorzitters. En wij moeten gewoon keihard doorwerken. Excuus, ik nam net een slokje water. Maar ondertussen nam Hoekstra in dat interview in het AD duidelijk afstand van het kabinetsbeleid. Wat vindt premier Rutte daarvan? Ja, ook Rutte die liet duidelijk blijken. Hij deed dat vanochtend al voorafgaand aan de ministerraad. En ook vanmiddag weer na afloop dat dit geen gewoonte moet worden. En dat is ook wel logisch. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Dat is nou eenmaal een soort politieke regel. Maar Rutte zei ook, een partijleider die in het kabinet zit, zoals Wopke Hoekstra, die mag daar in heel uitzonderlijke omstandigheden wel een keer van afwijken. Het kan net, zei Rutte. Het moet niet te vaak gebeuren. En op de vraag of het kabinet het nog wel eens is, zei de premier het volgende. Ja, er liggen geen verzoeken uit een van de partijen die in het kabinet deelnemen om het regeerakkoord aan te passen. Wat hier gebeurt is dat de voorman van het CDA benoemt wat op een onderdeel van het beleid volgens hem noodzakelijk is. Het punt blijft dat de ene minister vindt dat er te dogmatisch wordt omgegaan met die stikstofdoelen. En de andere minister die tegen heugenmeug probeert iets in gang te zetten, zegt ja, die doelen moeten we wel gaan halen. Dus ja, wat is het nu? Het is het halen van die doelen, dat is het kabinetsbeleid. En er ligt ook geen verzoek van een van de vier partijen om dat deel van het regeerakkoord aan te passen. Dus Wopke Hoekstra zegt het wel, maar hij geeft gewoon uitvoering aan het kabinetsbeleid, namelijk het halen van die doelen. Nou, in die zin dat wij hebben gezegd dat interview, dat leggen we even gewoon terzijde. En nou, laten we eerst maar kijken, proberen het proces van Johan Remkes maximaal succesvol te laten zijn. Ja, er werd vandaag al veel gespeculeerd over een kabinetscrisis. Zit die er aan te komen? Nou, daar lijkt het op dit moment eigenlijk niet op, ondanks het hoog opgelopen meningsverschil. Want door niet te vragen om een aanpassing van het regeerakkoord voorkomt Hoekstra eigenlijk een knallende ruzie met in elk geval D66. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat Hoekstra en het CDA niet meer terug kunnen. Onder invloed van de boerenprotesten hebben ze de deur naar uitstel van de aanpak van stikstof toch een beetje opengezet. Halvering is volgens Hoekstra nog wel nodig, maar niet per se in 2030. Nou, de geest is daarmee uit de fles. Maar premier Rutte die zei ook dat er mogelijk toch een aanpak van de stikstofuitstoot mogelijk is, zonder dat de afspraak uit het regeerakkoord in het geding komt. Ik denk dat er een paar andere aspecten in het hele stikstofvraagstuk zitten waaraan vreselijk hard gewerkt wordt ook achter de schermen. Die niet raken aan 2030 of de 50%, maar die wel van belang zijn om die verder met elkaar te verkennen. Die ook kunnen leiden tot een groter draagvlak bij boerenorganisaties. En ik weet niet zeker of dat lukt, maar ik sluit het ook niet uit.
Ja, en Rutte die doelt hiermee op het verschil tussen emissie, oftewel de uitstoot van stikstof, en de zogenaamde depositie. En dan gaat het om hoe stikstof neerslaat in de natuur. Technisch verhaal, waar ook onder de boeren al veel over wordt gesproken. Stikstofonderhandelaar Remkes die hintte er eerder ook al op. Dus misschien ligt hier wel de sleutel om enerzijds toch die stikstofuitstoot aan te kunnen pakken, zodat er weer gebouwd kan worden, en anderzijds de politieke meningsverschillen tussen de regeringspartijen te overbruggen. Dankjewel, Wilco Boom. Ja, CDA-leider Wopke Hoekstra wil dus meer tijd nemen voor het halen van stikstofdoelen en de zogenaamde kritische depositiewaarde niet meer gebruiken. Meegeluisterd heeft ook Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst even dit nog verhelderen. Wat houdt die kritische depositiewaarde precies in? Dat is een waarde waarboven je op grond van experimenten en metingen kunt zien dat een ecosysteem, een bos of een heide, nadelige effecten gaat ondervinden. He, bijvoorbeeld plantensoorten die worden minder, de bodem die gaat verzuren enzovoort. Dus dat is de gedachte erachter. Ja. En als u nou net hoorde dat premier Rutte wil kijken of er iets aan de emissie en de depositiewaarde gedaan kan worden. Wat denkt ja. u dan? Ja, ik bevreemd mij een beetje aan de ene kant. Die kritische depositiewaarde, die is gebruikt mede om tot die 50% emissiereductie te komen. Ja. Want er zijn gewoon die emissie. Dan begrijp je wat de lucht ingaat, dan komt ergens weer naar beneden. Deels gaat het naar buitenland, deels komt er het buitenland wat terug. Wij exporteren meer dan het binnenkomt. Maar in elk geval, er zijn berekeningen gemaakt waarbij je laat zien, als we 50% teruggaan in de emissie, dan gaat het aantal areaal aan natuurterreinen gaat van zo'n 25% naar 75% komt onder die kritische waarde. Ja. Dus dat is de basis geweest, want je moet iets hebben om... Dus ja, ik begrijp niet helemaal goed dat je zegt, ik hou vast aan die 50%, maar ik wil de kritische depositiewaarde uit de wet hebben. Dat kun je echt niet lostrekken, bedoelt u? Nou ja, die wordt ook gebruikt voor de vergunningverlening. Hè? Maar die vergunningverlening, ja, dat is toch eigenlijk iets van, zeker bij boeren die nu uit willen breiden, ja, dat is überhaupt natuurlijk eigenlijk niet aan de orde. Hè? Ik bedoel, als je naar beneden wil. Dus vroeger werd dat nog gebruikt van als je boven de kritische depositie zat. Ja. De mensen ook nooit helemaal goed door. Dan mocht je maar een ietsje stikstof op dat systeem krijgen, wilde je een vergunning krijgen. Dat was heel laag. Dat heette de grenswaarde. Dat is in andere landen hoger. Daar wordt veel over gediscussieerd. Maar ja, die vergunningverlening voor uitbreiding, daar hebben we het eigenlijk al helemaal niet meer over. Hè? Want het gaat allemaal over reductie. Dus ja, ik zou zeggen, als zij die 50% vast wil houden, maar het tijdspad soepeler wil maken, nou, dat is natuurlijk een politieke discussie. Ja. Begrijp ik niet goed dat je zegt, ja, die KDW moet er ook uit. Want KDW ja, is de kritische depositiewaarde. Ja, exact. Om heel even terug te gaan, want hoe stevig is die wetenschappelijke basis voor die kritische depositiewaarde? Nou, die is in die zin heel stevig dat hij wordt gebaseerd op experimenten. Dan dien je stikstof toe aan een bos of een heide. Je kijkt wat er gebeurt. Hij is gebaseerd op stikstof van, zeg maar, gradiënt van Noorwegen tot, wij spreken, Zuid-Europa. En dan varieert de stikstof van 50 naar 5 kilo. En dan zie je wat er gaat gebeuren. Je kijkt naar systemen in de tijd, naar modellen. 4 onafhankelijke methoden die ongeveer allemaal dezelfde breedte aangeven. En dan komt het punt alleen. Ja. Die breedte zijn, dan kun je zeggen, dit systeem kan 15 tot 20 kilo hebben. Ja. Dat is een beetje. Maar ja, voor de praktijk moeten al die natuurterreinen een precies getal krijgen. He? Die worden dan berekend op 17 kilo. Want ja, het is net als dat je zegt, je mag hier 60 tot 80 kilometer rijden. Ja. Maar ik ben er niet in afgestudeerd. Dus ik probeer het te volgen. Maar zegt u dan eigenlijk, er is gewoon een bepaalde marge? We moeten een getal afspreken en dan is er nog steeds een bepaalde foutmarge. Exact. Maar wat men dan vaak niet zo goed in de gaten heeft, of althans verzwijgt, als ik tegen u zeg, dit systeem kan 15 kilo hebben, plus of min 5. Dan moet u wel bedenken dat het minder of meer kan zijn. Ja. Dus al het grote punt is daarom dat ook een commissie, Hordijk, heeft gezegd, al die berekeningen van de huidige depositie en de kritische en de overbelasting, die klopt gemiddeld landelijk wel goed. Lokaal kan het natuurlijk zo zijn dat je van een systeem denkt dat het overbelast is en het is net niet zo. Ja. Maar omgekeerd dat je denkt dat het niet zo is en het is wel zo. Ja, dus het kan eigenlijk omgekeerd ook nog veel erger zijn. Jazeker.
Dat is het idee van onzekerheid. Ja. En dat wordt heel vaak vergeten. Als ik zeg het is 10 plus of min 5, dan kan het ook 5 zijn in plaats van 15. Het kan ook erger zijn. Ja. En eigenlijk zeg je, wat je verwacht is dat hier is het erger, daar is het minder, daar is het erger, daar is het minder. Gemiddeld klopt dat beeld wel. En dat is ook een reden dat, al aangezien die stikstof ook heel ver verwaait over Nederland, dat je ook met z'n allen de schouders eronder moet zetten. En niet alleen maar kijken, ja, hier moet lokaal heel veel gereduceerd worden en daar hoeft er niks. Want daarvoor is die. Dat, als het ene systeem dan toevallig onderschat is, ja, die stikstof die verwaait overal naartoe. Je doet er allemaal aan mee. Dus vandaar die 50%. Ja. En dat staat wel redelijk als een huis, denk ik. Ja, en de stikstofcrisis ontstond na een uitspraak van de rechter. Kan het stikstofbeleid daar stand houden zonder kritische depositiewaarden? Ja, dat is natuurlijk een groot vraagstuk. Want het is, weet u, dat begrijp ik nu ook, dat je zegt, ga gewoon naar de natuur kijken wat er dan gebeurt. Hè? Mm-hmm. Maar als wij nou, laat ik een voorbeeld nemen, een norm hebben voor fijn stof in de lucht in verband met onze gezondheid. Daar zijn studies over dat als je daarboven komt, dat er gewoon verloren levensjaren oplevert. Dan kun je natuurlijk wel zeggen, weet je, we laten die norm los en we gaan gewoon kijken met de mens hoe het met hun gezondheid loopt. Mm-hmm. Maar ja, er zijn natuurlijk veel meer dingen die spelen. En als het gaat om natuurterreinen, dan weet men ook lokaal wel van hier speelt verdroging ook een rol. En dan moeten we ook aan wat aan vernatting doen, zoals het heet. En dus ja, ik zou zeggen, op zich is die stikstof, die onderbouwing van die norm, net als van ozon en fijnstof, die is goed redelijk onderbouwd. Ja, ja. En laatste vraag voor u, want welke rol spelen de doelen voor klimaat en waterkwaliteit nog in deze discussie? Want die komen er nog aan. Exact, dat is verschrikkelijk belangrijk en dat is, wordt heel veel vergeten. Je kunt wel eens zeggen, nou dan halen we dit een beetje eronder uit, maar wij hebben berekeningen gedaan met een model, dat komt binnenkort, wordt het gepubliceerd en dan lijken de klimaatdoelen eerder nog strenger en moeilijker te halen dan de stikstof. Dus in die zin moet je het hele plaatje bekijken voordat je hier nu alle kaarten op zet. Ja, dus er komt nog veel meer aan, zegt u eigenlijk. Waardoor ik ook denk dat innovatie heel belangrijk is. Moeten we niet, maar ook een stuk extensivering. En een goed verdienmodel voor de boer. Dat is heel extreem cruciaal. Goed, dank u wel, Wim de Vries, stikstofexpert van de Wageningen Universiteit.